Ik ben super nerveus, zoals u al gezien hebt. Dat is niet alleen omdat er hier veel fans in de zaal zitten, maar het is ook omdat mijn familie hier is. Mijn ouders zijn hier, mijn zussen zijn hier, heel veel vrienden zijn hier. Et il y a même une bande qui est venue de Paris pour me soutenir. Et donc, je suis vraiment ravi d'être là, bijna en famille. We zijn hier allemaal samen. Dus ik zou zeggen, on est en famille. Dus als je vragen hebt of opmerkingen, dan moet je mij dat maar direct vragen. Dat ik hier niet alleen zit te babbelen. Dus... Het is een heel lang avontuur geweest met Sarah Wijns, die gezegd heeft, die tentoonstelling die moet er komen, met Pieter Boons. En dan met Greet en de ganse groep van mensen hier in Middelheim hebben we keihard gewerkt aan een tentoonstelling die heet... We gaan problemen krijgen, het staat de storm, de storm. De storm, we hebben natuurlijk een beetje de goden getart. Want ik had maar één schrik vandaag, dat is dat het zelfs als we hier naar buiten gaan, gietend, regent en heel hard waait. Maar eer ik iets vertellen over de storm, denk ik dat de bedoeling vandaag is dat ik iets heel gevaarlijk ga doen. Want ik ga praten. En als kunstenaar denk ik dat een van de gevaarlijkste dingen die je kunt doen... Dat is over uw eigen praten. En dan daarbij nog over het werk praten. Volgens mij is er niks plus dangereux. Parce que quand on parle du travail, wat neemt je weg als je iets zegt over de kunst? Het? Spontane. Want als je... tegenover een beeld staat, wat gebeurt er dan met een toeschouwer? Meneer Jos Uiterhoeven, een oud-leraar van mij, die mag nu voor... Daar heb ik 30 jaar op gewacht om te zeggen, meneer Jos Uiterhoeven. Ja. Wacht. We zien uw beeld al oneindig lang. Ja. Oh, zelfs ben ik mijn hele speech kwijt. Dus, goed. Allee, ik denk dat ik ga beginnen, want anders... Hij doet dat veel te graag, hè, die man. Nee, wacht. Kijk. Dat is Johan Kreten zoals hij er heel lang uitgezien heeft. Je ziet, wat heb ik in mijn hand? Mijn valies. Mes bagages, parce que pendant 25 ans heb ik eigenlijk geen huis gehad, geen atelier, geen pensioensparen, geen sociale zekerheid. Heb ik gewoon rondgetrokken van één plek naar de volgende. En het enige wat ik nodig had was een bed, ja, en een paar goede schoenen. En dat meeste wat ik had, was ook een dekentje. En ik laat u hier nu iets zien, dat heel belangrijk voor mij is. Dat is een dekentje van de... Ik weet niet of iemand herkent van waar dat komt. Mexico zo'n beetje. Wat staat daarop als vorm? Kruisen. Maar eigenlijk is dat een deken... Dat komt van de Indianen van Arizona. En eigenlijk stelt dat gewoon, dat kruis, dat stelt de vier windrichtingen voor. C'est ma petite couverture que j'emporte avec moi, qui est des Indiens d'Amérique du Nord, d'Arizona, que j'ai acheté. En waar la croix, c'est pas Dieu, mais c'est les quatre... Hoe zegt dat in het Frans?
Les points cardinaux. En dat is een dekentje, dat neem ik mee op mijn trektochten. Want gedurende 25 jaar heb ik dus... Ik heb in Mexico... Ik heb in Mexico gewoond, ik heb in Parijs gewoond, ik heb in Rome gewoond en zo verder. Maar waarom ben ik hier uit België zo vroeg vertrokken? Ik ben vertrokken omdat ik eigenlijk beelden maak in keramiek. Wat is keramiek? La céramique, c'est quoi? Pardon? Gebakken klei. En gebakken klei in Vlaanderen in de jaren 80, in de hedendaagse kunst, waar is dat mee gelijk, denkt u? Potjes, huisvlijt, toegepaste kunst. En wie doet het meeste van die dingen? Vrouwen. En vrouwen in de kunst, hebben die een plaats? Te weinig. Maar dus in de jaren 80 begon ik dingen met klei te maken in België. En daar was geen plaats voor mij in het SMAC of in het MUCA of in Brussel in het museum. Dus wat ik gedaan heb... Emigreren. Je suis un vagabond. Dus toen ben ik op reis gegaan. Maar een van mijn eerste projecten, we gaan erin geraken hoor, wacht maar even, ik zal op gang proberen te geraken. Ziet je een relatie tussen die twee foto's? Het voorwerp dat ik in mijn handen heb is gemaakt uit klei, gebakken klei. En dat toonde ik in een galerie in Parijs in de jaren 80. En overdag liet ik dat beeld zien in de galerie. En wat deed ik daar 's avonds mee? Waar zit ik hier? In de metro. Dus wat ik deed, is ik ging naar de galerie waar dat beeld op een sokkel had gestaan de ganse dag. Dan nam ik dat in mijn armen. En dan trok ik daarmee de ganse nacht door Parijs. En dan ging ik voor de Moulin Rouge zitten. Dat was zo een favoriete plek van mij. En dan had ik mijn beeld daar vast. En hoe denk je dat mensen reageren als je met zo'n beeld rondloopt? Ja, ik krijg een cent. Huh? Ik krijg een cent. Wat nog? Nieuwsgierig. Wat nog? Uiteindelijk, om het verhaal kort te maken, mijn bedoeling was, in de jaren 80 was de kunst helemaal, dat zat in welke soort ruimtes? En hoe zien de meeste van die ruimtes in de jaren 80 eruit in de kunst? Jij werkt voor het museum, jij bent een goede student, ik weet dat, maar jij moet even... Donc, la plupart du temps, les œuvres étaient montrées dans des cubes blancs, avec que des gens du milieu de l'art, que des experts, que des amateurs. Het was alleen voor liefhebbers in een witte ruimte. En het meeste van die kunst was heel hermetisch. En ik zei, ja, maar ik maak die dingen en die staan zo kort bij mijn lichaam. Want waarop lijkt dat? Dat lijkt op een kind, wat nog? Een pijp. Het woord pijpen. Een pijp, wat anders? Een saxofoon, ja, een instrument. Wat nog? Een tong. Nu, dat beeld dat heet la langue. Qu'est-ce que c'est la langue? La langue, qu'est-ce que c'est? Il y a le langage et quoi d'autre? La langue. Là? L'organe, la langue. Est une kussen communication. Snapt u nu waarom mijn beeld is een langue?
Maar mijn beeld, en nu, ene keer als we hier door zijn, dan heb je een element dat heel belangrijk is voor mij, voor mijn leven. Dat is, dat beelden, dat zijn eigenlijk mijn taal. En mijn idee is dat ik dat beeld mag ergens neerleggen op een rommelmarkt. Of voor de Moulin Rouge, om te even waar. Maar dat dat beeld eigenlijk al zijn energie en al zijn betekenis en al zijn kracht binnen in het beeld heeft. Vous comprenez? L'idée, c'est que les sculptures, c'est pas le contexte, c'est la sculpture même qui doit parler. Dus hier zie je mij, schoon en jong, ja, dat is lang geleden, in Parijs rondlopen met dat beeld. En in de metro deed ik daar vreemde dingen mee. En, en ik kreeg daar heel grappige reacties op. Mensen zeiden direct, oh, het is kunst. Of meneer, u bent gek. Of meneer, wat is dat voor een wapen? Of meneer, mogen wij dat eens gebruiken? En dat was heel plezant. Nu, ik ben toen naar het zuiden van Frankrijk gegaan. En in het zuiden van Frankrijk heb ik een hoop werken gemaakt. Dat was in Sète. Weet u waar Sète is? Waar zit het? Aan de kust, aan de Mediterraanse, aan de zee. En toen zeiden de mensen van dat museum, die zeiden, zeg, wilt jij geen tentoonstelling maken? We hebben een fantastische witte ruimte. Maar ik maakte... Nee, volgende. Kunt jij ook terug, Sèvres? Ik maakte dit soort werk toen. En ik dacht van, ga nu eens terug, Pieter, nog. Ik dacht van, in een witte ruimte, die beelden. En toen zag ik dat in de zee was er een soort eiland. En dat noemden ze une quarantaine. Qu'est-ce que c'est une quarantaine? Wat is een quarantaine? Meneer, wat is een quarantaine? Zegt u dat iets? Dat wordt afzonderlijk gezet. Wat? Zeg het? Afzondering. Ja, afzondering. Maar van waar komt die naam? D'où vient la quarantaine? 40 dagen. Ja, besmettelijke ziektes. 40 dagen. Dus mijn idee was, toen heb ik gezegd van dat eiland, daar zit een oud fort. Dat is eigenlijk een oude quarantaine. Daar waren cellen. Die hele plek was verlaten en verwoest. En toen hebben we met de mensen van het museum, wat hebben we toen georganiseerd? Een boot. En die boot die bracht mensen niet naar het museum, maar die bracht mensen naar die quarantaine. Nu, wat is voor de kunstenaarswereld in de jaren 80 een van de grote drama's? Ik weet, het is lang geleden. Hè? De jaren 80, denk u, eind jaren 80, in de wereld in het algemeen. Wat? Devaluatie. Ah, de devaluatie, ja. Maar voor de kunstenaarswereld, wat was een groot drama op dat ogenblik? Als we zo verder gaan, dan zit je weer nog om 4 uur, dus we gaan dat wat sneller doen. Kijk, één groot drama op dat ogenblik is AIDS. Is AIDS. Dus als je, dus rond mij in Parijs, heel veel van die jonge kunstenaars die ik kende, ene dag waren ze er en de volgende dag waren ze er niet meer. En ik was bezig met vissen en doodskoppen. En ik heb gezegd, kijk, ik maak mijn expositie in die cellen. En ik neem de bezoeker mee op een kleine boot. Want wat gebeurt er met de bezoeker als je iemand meeneemt op een kleine boot?
Jij werkt ook bij het museum, geloof ik. Zeg je dit? Ja. Je moet je overgeven aan iemand anders. Want je zit in een kleine boot. En je weet niet waar je naartoe gaat. En in de oude verhalen waar we mee opgegroeid zijn, wat stelt die kleine boot voor? De Styx. De Styx. En dan kom jij op een eiland en daar gaat jij dingen vinden. Daar staan daar geen labels bij. Er staat daar geen uitleg bij. Maar het gevoel was dat mensen met kunst of met dingen geconfronteerd werden op een andere manier. Nu, daar heb ik onder andere de eerste Odore di Femina gemaakt. Die roze torso's die mij beroemd gemaakt hebben, die het hebben over de onaanraakt, want die zijn gemaakt uit geboetseerde bloemen, maar van ver lijken die op mossels. En de mossel, in Vlaanderen moet je niet zeggen, een mossel. Hè? Dat zit niet alleen in de keuken. Hè? Maar dan ben ik ook begonnen met beelden hier in de Villa Arson, die eruit zien als vrij eenvoudige. Wat ziet je hier? Een kip en een haan. Een grote, grove haan. Wat ziet je er nog in? Een vogel, goed. Ja. En waar zit die een op? Kijk, ik heb het gevoel dat we hier sneller moeten gaan. Want het idee is gewoon, ik wilde u hier in het begin een paar dingen tonen. Eerste ding was, voor mij moet een beeld voor zichzelf spreken. Zonder uitleg, zonder context, gewoon het ding voor zich. Dus dat wil zeggen, daar moeten mijn handen in zitten, daar moet mijn hart in zitten, daar moet mijn buik in zitten, alles moet in dat beeld zitten. Tweede is, als ik een context gebruik, dan probeer ik daar iets mee te doen, zoals in de quarantaine. En dan, een beeld is een verhaal op zich. Dus, ik ga hier snel gaan. Als ik hier zeg Frankrijk, waar denk je dan aan? Waar denk je aan de vlag van Frankrijk? Welke kleuren heeft die? Rood, wit en blauw. Als ik zeg, die heet l'appel. L'appel, de oproep. En we zitten in Nice. Terug eens. In Nice, eind jaren 80, begin jaren 90, opkomst van extreem rechts en zo verder. Dan zit je uiteindelijk nog in een heel ander verhaal. Of bijvoorbeeld hier dit beeld. Daar vertel ik altijd een anekdote. Verzamelaar, echtpaar, koopt die beelden. Zet die bij hun thuis. Een paar weken daarna zie ik die mensen, mevrouw en meneer, komen binnen op een opening. Die meneer ziet mij. Die wordt bloedrood. Die loopt naar mij en die zegt, Johan, merde. Jij hebt mij twee hanen verkocht. Tu m'as vendu deux coqs. Dus hoe kun je ook over sociale dingen vertellen op een manier die een beetje niet orthodox is? Nu, ik werk met klei. En klei, wat is... Kent iemand dit? Zet u een bril eens op. Qu'est-ce que c'est? Edouard. Wat is dat? We zitten in New York. Dit is een werk van Walter de Maria. Dat is niet een werk van mij. Maar dat is, je zit in het centrum van Soho. Op de
15e verdieping van een appartementsgebouw en daar zit een ruimte volledig vol, welk materiaal? Klei. Nu, ik ben beginnen spelen met twee taboes. Wat is dit? Vuur en, terug, en klei. Keramiek. Maar klei, wat is klei? Klei is nat. Ik zou in plaats van hier te staan, je hebt dat aan mijn handen gezien, hè? In plaats van hier te staan, zou ik veel liever buiten zitten met zo'n pakje klei. Want dan kan ik met mijn handen iets doen. En die klei, die is nat. Die is vochtig, die is vies, die is vuil. En wat kun je daarmee maken? Je kunt daar alles mee maken. En ene keer als je dat dan laat drogen en je laat dat in het vuur, wat gebeurt er dan mee? Dan wordt het hard. En dan wordt het iets... keramiek is een van de materialen die de tijd heel goed doorstaat. Maar als kunstenaar speelt je met twee taboes. Welke zijn die taboes? Vuur. Want wat zegt altijd tegen iemand? Voor, niet met vuur spelen. En de ander? Wat? Nee. Wat doe ik met de klei? Wie heeft dat de eerste keer gedaan? God. Dus als kunstenaar speelt jij eigenlijk voor God. Is mijn micro uitgevallen? Zo, improvisatie heet dat. Nu, ga eens verder, Pieter. Vuur. En voor mij geeft dat een huid aan de beelden die natuurlijk ongelooflijk is. Die is uniek. De huid die je aan keramiek geeft, aan een beeld, hè, met de kleur en de materie. Doe nog eens verder, Pieter. Waarom zit die in die gat ertussen? Waar zit ik hier? Hier zit ik. Ga eens verder. Nog eens. Hier zit ik in Mexico. Dus uiteindelijk mijn leven is dan een opeenvolging van verhalen waar ik ergens naartoe ga voor een bepaalde periode aan het werk ben. En dan, hier zitten we bijvoorbeeld in de Villa Medici in Rome. Dat was mijn salon. Het is daarom dat ik een beeld gemaakt heb, dat ziet je links, dat heet Couch Potatoes. Ik weet niet of u dat iets zegt, Couch Potatoes. Wat zijn couch potatoes? Patatten op de zetel. Wat zijn dat? Dat zijn mensen die hun leven doorbrengen aan de televisie. Dat zijn couch potatoes. Dat is mijn atelier in Miami. Toen ik aankwam in Miami in 2001, zei het museum van Miami, ze hadden mij gevraagd, Johan, wij willen een tentoonstelling maken van uw werk in het museum. En ik had hun gezegd, ik heb geen huis. Waarom kom ik niet naar Miami en dan ga ik daar werken? Ik maak mijn beelden, zoek mij een atelier en een appartement en ik kom een paar maanden. Ik ben daar naartoe geweest en ik ben 3 jaar gebleven. En na 3 jaar hebben we de tentoonstelling gedaan in het museum. Maar dus vaak is het feit, als je ergens in Mexico 7 maanden in de woestijn zit, of 3 jaar in Miami, of 3 jaar in Miami of 5 maanden in Wisconsin, heb je echt de tijd om ergens in je te laten absorberen. Dit is bijvoorbeeld een paar beelden in Istanbul, in de Yerebatan-cistern. En want uiteindelijk, een ander probleem dat ik had als jonge kunstenaar was, dat geen enkel klassiek museum wilde mijn werk laten zien.
Dus heel veel kunstenaars op dat ogenblik hebben gezegd, kijk, als het officiële circuit ons werk niet willen laten zien, dan moeten wij zorgen dat wij een alternatief circuit opbouwen. Dus ik ben gaan kijken naar verlaten kastelen, en bijvoorbeeld hier de Biennale van Istanbul, heeft dan de Biennale gezegd, wij gaan die atypische ruimtes gebruiken, zoals hier die citerne. Ja. Dat was ook zo, niet zo'n hip museum. Dat zijn de zalen in het Louvre. Ik heb dan een tentoonstelling gedaan in het Louvre, omdat ik vond dat interessant ook om mijn werk te laten zien in relatie tot die klassieke kunst. Want klassieke kunst heeft altijd ook een heel... Mijn moeder zit hier, mijn moeder die gaf geschiedenisles. En die zei dan, als ik terugkwam van school, en dan zei ze, nu gaat je de patatten schillen. Maar terwijl je de patatten schilt, moet je mij de Odyssee vertellen. En de geschiedenis is altijd een deel geweest van mijn leven. En als ik naar zo'n object kijk, zoals hier die schaal van Palissy, dat is een beeldhouwer uit de Renaissance, dan zie ik niet een gewone, een mooi bord, maar dan zie ik eigenlijk allemaal dieren die heel bijzondere eigenschappen hebben. Welke eigenschappen hebben die dieren? Werkt het nu, denk ik? Ja. Transformatie. Direct, juist. Dat is in een museum in Mariemont. Nog eens verder. Charest-Saint-Tra. En dus voor mij het spannende was dat ik mijn publiek ook iedere keer naar plekken bracht. Vandaag is dat soort tentoonstelling heel fel in de mode. Vandaag kun je geen kunsttijdschrift meer open doen of kunstenaars exposeren op gekke plekken. Maar voor mij was het het idee van in het begin om ruimtes uit te zoeken die niet ontgonnen waren. Dit beeld staat bijvoorbeeld in de tentoonstelling hier. Maar de eerste keer toen ik het liet zien was in L'Abbaye du Toronnet, een Romaanse abdij in het zuiden van Frankrijk. Je ziet dat er een relatie is tussen de beelden en de architectuur bijvoorbeeld. Maar ook een link tussen wat is een bijenkorf en in welke plek laat ik het zien. Welke plek was het? Een abdij. Welke is de link tussen de abdij en de bijenkorf? De gemeenschap. De gesloten gemeenschap. De gemeenschap die werkt voor iets goed. Door welke openingen... Ik heb zo het gevoel dat ik hier nu al 2 uur lang de ene vraag naar de andere aan het... Het is wat uitputtend natuurlijk, hè? Want u dacht hier... Goh, zaterdagochtend, ik ga daar ergens zitten en die gast die gaat wel babbelen en ik ga met mijn vingers draaien. Maar ik weet, het zijn hier vraag na vraag na vraag. Maar de vraag hier is, waar gaan de bijen door naar binnen en naar buiten? Ogen en mond. Blik en taal. Waar komt de honing? De honing komt ook uit de taal. Als jonge man, mijn vader had een boek gekocht en dat was, daar kwam zo een reeks boeken van de Nobelprijswinnaars van de literatuur. Dat kwam om de zoveel... U heeft dat ook waarschijnlijk, sommigen onder u, gekregen. En daar was dat boek van Maurice Maeterlinck, Het leven van de bij, La vie de la bij. Dus dat zijn van die dingen die mij dan fascineren, waar ik zeg van, hoe kun je iets vertellen over de samenleving door het middel van bijen? Dat is ook zoiets, in die abdij heb je een kleine kapel en ik heb daar één object gezet.
En ik heb een koperen plaat, een hoogglanzende koperen plaat op het altaar gelegd. Dat object, dat is eigenlijk een giet in brons. Waarop lijkt dat? Een figuur, een werktuig. Wat nog? Wat soort figuur? Silhouet van een mens. Weet je wat dat was? Dat is eigenlijk een object dat ik van mijn overgrootvader, een van de enige dingen die ik gehouden had als kind, was dat object in hout. En dat heb ik altijd meegenomen. En op een bepaald ogenblik heb ik dat laten gieten, want dat is zijn plantstok. Dat is zijn plantstok. Een stok om te bomen te planten of groenten te planten. En voor mij is het het idee van het rechtop staan van de mens. En in de tentoonstelling zullen er veel beelden zien waar je kunt denken over het idee van resurrection. Want in het woord resurrection zit ook een ander woord. Quel mot? Wat is dat? Resurrection? Erection. Opstanding. Zelfs binnen in de context van de religie en de kerk is het idee van de resurrection niet vreemd. Dit gaat daar ook over. En ik vond, als ik iets deed in een kapel, als je dan binnenkomt, is het pas op het ogenblik dat je naar het altaar komt, dat je het object ziet. En wat gebeurt er dan met die koperen plaat? Die spiegelt en die glanst en die geeft verlichting. De meeste beelden hebben ook een hele lange ontstaansgeschiedenis. Dat is bijvoorbeeld in Mexico, klein beeld. Drie verschillende versies. En dan duurt het bijna 10 jaar eeuwen een versie maken op meer als levensgroot. Of hier bijvoorbeeld een kleine studie in mijn atelier. Ja, en nu ga ik even zwijgen, want Jess, die hier staat te filmen, die heeft 3 filmpjes gemaakt die u allemaal kan zien op YouTube. Met een soort van verschillende introducties naar de tentoonstelling toe. En we laten hier dus van Jess zijn 2 minuten introductie zien. Deze tentoonstelling heet De Storm. En u kan zich afvragen, welke storm? Is dat natuurevenement wanneer de hemel donker wordt en het plots begint te regenen? En waar het een aantal minuten later weer voorbij is en alles rustig wordt? Maar voor mij is de storm iets complexer. Het is niet alleen de natuurstorm, het is ook de storm binnenin mij. Er is een innerlijke storm. Er is een storm tussen u en mij. Er is een storm tussen man en vrouw. Er is een storm tussen een moeder en een zoon. Er is een storm in onderlinge verhoudingen. En dan misschien is er ook een storm, zeker vandaag, in de maatschappij, in de wereld rond ons, waar geen enkele grens vast ligt, waar alles altijd in beweging is. En de tentoonstelling gaat eigenlijk over dat heel complexe verhaal van wat is de storm.
Dus nu is het bijna tijd om te vertrekken. Maar eer we vertrekken... Dit stond gisteren op de eerste pagina van de New York Times website. Dus u kan dat artikel van de New York Times ook vinden op internet. Dat beeld begint als een kleine vogel. Dat wordt dan groot. Onder andere dankzij Guy Duchesne die daar zit, waar we Seves denk ik ook een foto van ziet. Dus hier zijn een paar foto's van de tentoonstelling. Ga maar verder. Daar zitten vaak geheimen in. Daarvoor zijn er drie dingen. Bezoekersgids gratis in het Nederlands. Een petit guide en français. Een autre en anglais. En dan hebben we met de hele ploeg ook een catalogus gemaakt. In dat boek staan foto's. Staat een tekst van Sarah, maar ook van Mara Hobberman, die schrijft voor... ook voor de New York Times en Art Forum. En daarin staan al de foto's van de tentoonstelling. Dus dat is met Pieter en de hele groep en met Catapult een enorm werk geweest om te zorgen dat die catalogus hier vandaag ligt. En zelfs met Esther, die hier ook ergens nog zit, heeft Esther en Pieter, die hebben gisteren de ganse dag die bladzijde afgesneden om te zorgen dat er toch genoeg exemplaren klaar waren voor vandaag. En dan is er ook een staf, want ik maak natuurlijk die grote tentoonstellingen, maar ik doe dat niet alleen. Dus hier heb je een paar mannen van Structuur 68 in Den Haag, waar ik regelmatig mee samenwerk. Hier heb je Guy Duchesne, die dus voor de realisatie van de heel grote beelden met mij werkt om die dingen te realiseren en die dus echt de practicien is. En dan heb je hier het bedrijf Artcasting. Geert Norga die is ook hier. En je ziet, daar hebben ongeveer een 25-tal man aan gewerkt om die dingen in brons te gieten. En in de tentoonstelling heeft u dus 25 monumentale beelden. Een beetje over een periode van de laatste 10 jaar, maar ook een zevental nieuwe beelden. Dus je begrijpt dat ik vandaag een beetje op het einde van mijn Latijn ben. Maar als u nog vragen heeft, met plezier, ik ben hier klaar voor. Oké? Dank u wel. Thank you.